Hoe is iedereen me nu? Ja, top. Ja, ja, ja. Hey, let's begin de podcast opnieuw. Ja, laten we dat doen. Nou, oké, gaan we dat in ieder geval doen. We begonnen eigenlijk met geen. We waren Among Us, Nederland was het in het begin. Wegens de grote hype. Ja. Nou ja, ik heb aangegeven, ik heb 1,5 jaar geleden ben ik daarmee begonnen. Mm-hmm. Ik zat zelf in een Discord. Nadat mensen op YouTube het begonnen te spelen, leek het mij wel interessant. Maar de Discord waar ik in zat was een beetje dood, dus heb ik hem zelf opgestart. Heb ik mensen meegenomen. En nou ja, en nu zijn we uitgegroeid tot bijna 500 mensen. Ja. Je ziet een beetje dat het nu begint af te nemen qua Among Us. En daarom heb ik ervoor gekozen om het wat breder te zetten. Waardoor we nu Gaming Nederland heten en geen Among Us Nederland meer. Waarbij we het groter aanpakken met meerdere games. Dus mocht je een game willen spelen zoals Golf with Friends, Minecraft, Geocacher, dat maakt niet uit. Je bent bij ons altijd welkom. Dus nou ja, mocht je deze stream kijken, ook jij bent welkom. Ja. Dus ja, dat eigenlijk. Ja, nou ja, wat ik dus wat ook verder was aan het vertellen was dus in ieder geval... ja, daar gaan we dan niet op antwoorden, idiot. In ieder geval, ik had dus verteld van, nou ja, want jij vroeg dus aan mij hoe ik bij deze Discord ben gekomen, überhaupt bij Among Us. Ik was dus op Twitch een beetje aan het rondloeren, er was dus iemand die was dus Town of Us aan het doen. En ja, daar wou ik dus maar mee doen. En die mensen die hielpen je ook, zeg maar, echt om te proberen Town of Us te downloaden. Oh, ja. En alleen die hadden, zeg maar, het probleem dat het, zeg maar, was... ik zat op Epic Games en anders speelde weer via Steam. Epic yeah. Games en Steam die hadden het probleem, zeg maar, met elkaar. Als jij via Epic Games ging, kon je op een of andere manier kan je niet met mods spelen. Dat was toen nog, ik weet niet hoe dat nu is. Maar met Steam was het zo, daar kon jij dus wel weer met mods spelen. Het was echt zo'n dom gedoe. Nou, uiteindelijk, nou ja... Was Sea of Thieves was toen eens op dat moment in de aanbieding. Ook heel dom dat het nou ook weer over Sea of Thieves gaat. Maar toen wouden mensen een keer dat gaan spelen. En nou, er werd meer op een gegeven moment een beetje op elkaar gefit. Omdat sommige mensen die hadden geen zin om nog een keer Among Us... Of die hadden geen zin om Among Us aan te gaan schaffen. Ook voor Steam, terwijl ze het al hadden voor Epic. Dus ja, ja, toen had ik ook weer zoiets van... Ja, de community daarvan werd ook weer minder leuk. Schilderde ja, toen... het ook wel graag geld bij het een of het ander? Nou, bij Epic was het gratis en bij Steam was je 4 à 5 euro. Ja, precies, ja. Ja. Dus ja, dat was ook een dingetje. En nou, toen was er op een gegeven moment, toen dacht ik van oké, maar er moeten toch wel meerdere plekken zijn waar je dus kan met een groep kan spelen. Dus nou ja, ik eerst Among Us. Ja. Among Us Discord. Mm-hmm. Among Us Discord Nederland. Nederlandse Discord, Among Us. Op een gegeven moment kwam ik dus... ik ben echt, denk ik, iets van 4-5 keer bij jullie uitgekomen of zo. Oké. Okay. En iedere keer skipte ik jullie gewoon op een of andere manier. Want ik dacht van, ja, dit zal waarschijnlijk echt zo'n fake iets zijn of zo. Ja, precies. Dus ja, dat had ik op een gegeven moment geskipt. Hallo, Arial. En, nou ja, op een gegeven moment toen ben ik toch maar voor de zekerheid gaan joinen. En ik... Het was heel gek, jullie zaten toen al in een call met elkaar en jullie waren al aan het spelen. Dus ik had zoiets van, oh, weet je, ik joy gewoon even lekker. Ja. En ik weet niet waarom, maar het klikte gewoon best wel chill eigenlijk. Dus ja, toen had ik echt zoiets van, oké, nou, ik blijf hier nog wel even. De ervaring was het wel leuk. Ja, 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 ja. Ja. En toen op een gegeven moment toen, ja, toen ben ik dit eigenlijk... de eerste keer heb ik eigenlijk gewoon gestreamd zonder dat jullie het door hebben gehad. Mm-hmm. En... Voor mij was het toen ook nog met blok en weet ik veel wat allemaal. En de tweede keer, nou, toen ben ik vooral met jou ook vooral gaan PM'en. Ik kan wel even voor de grap even kijken. Want volgens mij had ik jou toen privé gebericht. En toen vanuit daar zijn we echt in contact toegekomen, echt. Nou ja. Dat is, ik mag niet roken in jouw stream zeker, of wel? Oh, jawel hoor. Dat maakt mij echt niet uit. Hallo daar. Hello there, idiot. Even kijken. Ik ga even terug. Ik moet zeggen, we kennen elkaar nu al blijkbaar alweer bijna... Sowieso een dik half jaar alweer, joh. Zo. Oh, nee, wacht hier.
Oh ja, ik weet alweer wat het was. We deden toen Town of Us en ik wist al die rollen. Bah, mijn hoofd, wat, oh ja, wat, jij wat, ging wat, al die rollen. Ja, want ik wist al die rollen wat het deed, zeg maar. En toen heb jij mij permission gegeven, zodat ik al die rollen kon aanpassen. En dat was 24 juni dat ik dus toen was. Dus dat valt nog mee hoe lang het geleden is. Maar wel bijna een half jaar. Is dat best snel gegaan trouwens, dat contact? Ja, ja, vond ik ook eigenlijk wel. Ja, dat moet ik eigenlijk zeggen, want het is niet geforceerd of wat dan ook. We gamen gewoon veel samen. Ja, en op een gegeven moment praat ik ook best wel veel. Lisa. En voor mij was het toen ook... Ik was op een gegeven moment een andere game aan het doen. En op een gegeven moment hoorde je wel dat ik in een call zat. Maar je hoorde niet dat ik in de Among Us call zat. Toen zei ik van nee, ik zit in de EAK call. Oh zo, ja. En toen ben jij bij ons in de Discord ook nog eens gekomen. Ja, toen heb ik er nooit meer wat mee gedaan, moet ik eerlijk zeggen. Wat zei je? Toen heb ik er daarna nooit meer wat mee gedaan, moet ik eerlijk toegeven. Nee, klopt. Eigenlijk kom je de meeste nog een beetje op gauw te kletsen en dan rot je weer al eigenlijk. Ja, precies. Ja, nou ja, in principe toen... Ja, hoe is het eigenlijk zo gegaan? Ja, toen heb je Bart leren kennen. Ja. En voor mij was het toen in het begin nog eerst tussen jou en Bart nog even van... ik weet niet wat we van elkaar vinden. En daarna een keer... het klikt of zo in één keer. Ja, Bart en ik die hebben qua dat wel een beetje dezelfde humor, heb ik het idee. Ja, ik denk op zich dat jij en Jarno daar wel weer in verschillen, denk ik. Ja, dat wel, zeker. Ja, ja ik denk dat... Hij altijd verder lang door met grappen dat ik na 5 minuten er al zat van ben. En dan heeft hij nog de grootste schrik. Ja, weet je, Jan die heeft in dat opzicht weer zijn leuke humor daarin. Ja. Maar dat heeft Bart soms ook wel, hoor. Zijn humor kan soms ook lang doorgaan en dan... Hij heeft soms ook niet echt een stop, maar hij is het sneller dan Jarno. Laten we het daarop houden. Ach ja. Ja, nou ja, weet je, soms dat hoort er ook gewoon bij. Alleen ja, soms is het bij mij gewoon echt de maat vol en dan heb ik echt zoiets van rot op. Ik wil gewoon even geen contact of zo, weet je. Fuck off, je hebt me echt net helemaal pist gemaakt. Dat is ook wel een keertje goed gelukt, hè? Ja, nee, precies. Maar ja. Als je... Nu kijk, maar nu heb jij je Discord dan naar Gaming Nederland veranderd. Denk jij nu ook dat jouw Discord weer gaat groeien? Of denk je nou eerst... dit zal nog wel eerst even op een casual hoogte blijven? Ik heb mijn best gedaan om... hoe heet het? Overal ook hem in de listings opnieuw te laten ranken, zeg maar. Mm-hmm. Dus ik hoop verschillende vlakken mensen te triggeren om naar ons toe te komen. En ik hoop eigenlijk gewoon dat we de 500 mensen aan gaan tikken. We moeten daarvoor nog 22. Dat zou betekenen dat je de ranking voor Discord aan mag vragen. En Ik denk dat als je voor de listing terechtkomt, dat het iets sneller zou gaan. Gaan we ook nog iets bijzonders doen als we de 500 aantikken? Of? Ik heb dus de Discord samen met Daniek dan. En die wil eigenlijk een toernooi gaan doen. En het maakt niet uit voor welk spel, maar... gewoon een hebben dat gedaan. Dan hebben we dat gedaan voor Among Us. En vervolgens hebben we eigenlijk alle spelers die meededen. Volgens mij waren dat er 30. Gewoon de hele middag laten gamen. Iedereen die deed gezellig mee. En daar zijn toen 3 mensen uit voortgekomen die gewonnen hadden. En die hebben ook echt daadwerkelijk prijzen gewonnen. Ja. Die heb ik ook naast toe verzonnen en zo. En ik denk dat dat vanaf de 500 er ook wel weer aan zit te komen. Ja, nee, precies. Ja, ik heb, als we het dan over echt dingen zoals followers of leden hebben, zeg maar. Dat heb ik dan bijvoorbeeld met Twitch. Want als wij de 300 aantikken, dan ga ik dus Minecraft-account bijvoorbeeld weggeven. Ah ja. Dat heb ik nog niet verteld. Dus mensen, je weet het nu, bij de 300 followers gaat er een Minecraft-account worden weggegeven. Maar... Wat heb je eraan? Wat zei je? Wat heb je aan dat Minecraft-account? Nou, ik heb zoiets van... mensen tegenwoordig is Minecraft is echt weer een beetje zo'n hype geworden. En ja, ik kan wel het nieuwste van het nieuwste spel gaan weggeven. Maar uiteindelijk... Uiteindelijk loopt die ook wel weer uit, zeg maar. Dat mensen dat niet meer leuk vinden, zeg maar. Dat is wel leuk. Dus ja, ik had zoiets van Minecraft... Ja, is bijna zowat elk jaar wel weer een spel, zeg maar.
wat mensen leuk blijven vinden of zo. Dat denk ik ook. Ja, want ik weet zoals wel Minecraft. Nou, dat is bijvoorbeeld dan. Nou, ik kan bijvoorbeeld, ik zeg maar wat over. Nou, pak een beetje tikken, maar. Over 5-6 maanden kan het echt iedereen weer verschrikkelijk vinden. En. Ja. Dan en echt. Ik speel er 10 minuten en ik ben gewoon helemaal. Ja, maar op een of andere manier dan echt iets van een paar weken later of zo. Hey mensen, we vinden Minecraft weer leuk. Laten we het even weer gaan spelen. Maar ik vind het ook echt oprecht als ik kijk naar jou en naar Bart. Jullie zijn echt gewoon muren aan het bouwen en hele huizen en zo. Ja, maar dan vind je het interessant. Omdat iemand anders het doet en die weet wat hij wil. En als je zelf zit, dat heb ik ook wel eens gehad. Dan zit je echt van, ja, wat wil je bouwen? Wat ga ik maken? Hoe ga ik dat doen? Je bent gewoon heel erg aan het nadenken. En dat frustreert je alleen al. Ik heb hem heb gemaakt en dan weer ja en nu. Ja, die moeite die je erin hebt gestoken, zeg maar. Gewoon die, dan heb je bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, 4 uur lang in een, nou, ik zeg maar wat, een kasteel ingestoken. En dan is het in één keer van, oké, hij is af. Ja, wat nu? In mijn leven. Ja. Ja, nee, dat heb ik inderdaad ook wel eens gehad. Kijk, ik ben ook al zo iemand, ik ga niet tegen als ik het allemaal moet gaan farmen en moeilijk moet lopen doen, dat... Ja, nou ja, ik was altijd dan wel een persoon, ik maakte een plan, zeg maar, dus dat ik echt besloot van, oké, als ik dit af heb, ga ik direct verder met dit maken. En als ik dat klaar heb, ga ik dit maken. Of, nou ja, zeg maar, dat soort dingetjes was ik een beetje altijd van plan, zeg maar. Gewoon meerdere dingen achter elkaar aanplannen. Plannen. Precies. Ik plan. Ja. Even te noten, trouwens, ben je nou aan het kijken. En heb je een onderwerp die wel interessant is? Zo'n beetje als Idiot Code doet. Drop hem even in de chat. Dan kunnen we het altijd ook nog even over hebben. Ja. Precies. Want ja, wat er eerder kwam, Kip of het Ei, ja, is leuk. Ja, ik vind dat is niet echt een onderwerp waar we het over kunnen hebben, weet je. Nee, niet echt, nee. Maar oké, goed, wat ook nou een tijdje, wat het totaal niet met gaming heeft te maken. Is de COVID-19 corona boosterprink. Ja, daar mogen we het niet over hebben, hè, op Twitch. Over de boosterprik? Ja. Hoezo niet? Je mag de naam C niet noemen. Dan kan je verbannen worden. Wat is dat voor onzin? Ja. Ik heb mijn Facebook al binnen, dus ik heb geen zin om die ook nog te krijgen voor neer. Maar ja. Ik hoorde vanochtend op de radio dat je, hoe heet het, als je dingen hebt gehad. Dat binnen 9 maanden moet je dan de derde krijgen of zo. Ja. Yeah. Zo rekenen, dan moeten ze bij mij wel aardig opschieten. Oké. Ja, nee, maar zoals dus met die prik in ieder geval. Weet je, ik had dus op tv gehoord, ik zeg namelijk nu tv erbij. Dat je dus een, als jij op reis wil, moet jij dus een boosterprik nu sowieso hebben gehad, zeg maar. Oké. Maar dat lijkt mij dus best wel nice. Dus eigenlijk was je dus nu eigenlijk als het ware verplicht. Van goh, yo, je mag niet naar buitenland of wat dan ook. Omdat jij dus geen boosterprik hebt gehad. Ja, nou ja, het is niet dat ik wekelijks op vakantie ga. Nee, maar stel voor, ik zeg maar wat, jij wil nu. Ik zeg maar wat, echt vandaag, nu de dag. Wil jij naar... Pak hem mee vast Frankrijk. Ja. Yeah. Dan moet jij nu eerst een boosterprik hebben gehad. Ja. Nou. Ik weet niet of ik dat nou echt zo fijn zou vinden, hoor. Dat ik dan echt... Dat ik niet eens meer kan bepalen van... Goh, als ik daarheen wil, dat ik direct een boosterprik moet hebben. Ja, ik vind het nooit zo boeiend. Ik denk altijd van... Nou ja, dan heb ik hem al gehad. Prima, joh. Ja, ik vind... Mij maakt het ook niet echt zoveel uit van, dat ik hem moet hebben. Maar ja, ik snap wel dat mensen daar zeg maar best wel pissig om kunnen worden eigenlijk. Want ja, in het begin bleef het zeg maar bij van dat jij dus niet verplicht bent, zeg maar. Maar nou wordt het toch wel een soort van verplichting. In Duitsland is het al verplicht, hè? Ja.
Ja, ik heb ook een mening. Wat zei je? Over corona niet echt een mening, die hou ik liever voor me. Ja, dat snap ik. Ik zit even te kijken. Voor zijn er de mensen die er tegen zijn. Het maakt niet uit welke kant je kiest. Je maakt altijd ruzie met een ander. Ik weet niet hoe het gaat. Oh, maar ik heb er niet. Ik vind het niet zo erg. Maar... Kijk, ik heb er niks tegen en ik heb er ook niks voor of zo. Het is niet dat ik zeg maar denk van. Oh, je moet dit doen. Of ik heb zoiets van. Oh, je. Ik vind het een beetje dom wat jij zit uit te spreken, zeg maar. Dat heb ik niet. Ik ben niet in dat opzicht wel de neutraal in. Ja. Maar goed, ga jij nog wat bijzonders doen met kerst? Nou, ik heb met Sinterklaas niet zo heel veel gedaan. Nee, ik ook niet. Maar met kerst, met vrienden hebben wij altijd een derde kerstdag. Mm-hmm. Dus de eerste kerstdag of de tweede zit ik bij mijn ouders. Ja. Yeah. En met de vriendengroep hebben we altijd een derde kerstdag afgesproken. Mm-hmm. En dat komt eigenlijk omdat als die jongens een vriendin hebben, dan gaan ze de ene dag naar hun eigen ouders, de andere dag naar de schoonouders, zeg maar. Ja. En dan gaan wij altijd de dag daarna gaan we nog met de hele vriendengroep koumetten met z'n allen. Oh, dat is wel lekker. Dat doen we al jaren achter elkaar en dat gaat tot nu toe ook een keer prima. En dan bestellen we van tevoren koumet. Mm-hmm. Zetten we twee tafels aan elkaar en dan is het heel gezellig. Ja. Dus, ja, ik ben misschien in dit opzicht best wel erg, want ik ben gewoon aan het werk eigenlijk met kerst. Oh, dat is wel ja. Ja, nou ja, ik heb gezegd tegen mijn moeder van, goh, joh, weet je, we gaan 's ochtends, of in ieder geval, nee, we gaan om 12 uur gaan wij, zeg maar, gourmetten. En dan heb ik, zeg maar, dan gewoon de tijd om dan daarna nog aan het werk te gaan, dat ik een avonddienst draai. Mm. Want ja, ik weet, 's avonds doe ik nooit wat. Weet je, ik zit hier wat achter mijn computer en dat is het. Ja, je kan ook niet echt de deur uit, hè, in deze tijd, want alles is dicht. Ja, je kan wel de deur uit, maar je hebt er niks aan. Nee, precies. Je kan niet naar een restaurant. Je bioscopen zijn niet open, volgens mij. Kan ik mij zo heugen. Nee, alles gaat om 5 uur dicht, behalve... Ja, en ook je kan naar het poolcentrum en die gaat ook om 5 uur dicht. Ja, klopt. Dus eigenlijk, ja, je hebt iets wat je nog over hebt, is de supermarkt. Nou... Woehoe, lekker dansen tussen de frikadellenbroodjes. Ja, gezellig met z'n allen. Zij zullen we lekker om 7 uur 's avonds lekker tussen de frituur en de kaas gaan staan. Ja, precies. Ja, dat weet je... Gezellig. Ja. Je hebt wel borrelhapjes op afstand, hè? Zo relaxed. Ja, dat is waar. Dat je gewoon zegt, hey, heb jij ook zin in chips? Pak maar. En dat je gewoon de bonden naar me afrekent. Dat is wel een goed idee. Ja, ik weet ik had, maar je hebt ik had... ook altijd zo'n koffiecorner in de supermarkt, toch? Of heb je dat tegenwoordig niet meer? Jumbo heeft dat. En Jumbo en Albert Heijn hebben dat voor mij. Maar zoals ik zeg maar wat een Aldi en een Lidl, die hebben dat niet. Nee, oké. Okay, maar dan moet je gewoon je winkels uitzoeken. Dan pak je daar allemaal een stoeltje en dan ga je lekker gezellig met elkaar zitten. Ja, en dan even een paar weken later. Ja, de coronamaatregelen worden weer aangescherpt, jongens. Je mag nou ook geen koffie drinken in een supermarkt. Ja, maar dan gaan we naar de bibliotheek. Maar de bibliotheek gaat er ook al 5 uur al dicht. Oh, is het zo? Nou, ja, want, het is een, want de bibliotheek is voor mij een niet essentiële iets of zo. En voor mij gaat de bibliotheek sowieso meestal rond 5 uur al dicht. Ja, ik ben al denk ik 10, 15 jaar niet meer bij een bibliotheek geweest. Man, ik kom nog nooit bij een bibliotheek. Nee, ik weet niet zo goed wat ik daar moet doen. Oh ja, daarom sluit in ieder geval tot 19 december al onze bibliotheekvestigingen om uiterlijk 5 uur de deur. Ja, dat dacht ik dus al. Kom niet naar de bibliotheek als je verkouden bent. Nee, dat snap ik. Dat is voor niemand leuk. Nee, maar ik weet je, ik denk dat het dingetje van werken met kerst, dat best wel veel mensen dat triggert. Want ja, je... Gaat op de dag dat je eigenlijk samen hoort te zijn met je medemensen. Ja. Ga je iemand anders, gaat er gewoon even lekker vandoor, zeg maar, weet je. Mm-hmm. Nou ja, ik zelf heb zoiets van... Het is eigenlijk vrij normaal dat je gewoon werkt op kerst. Want er zijn ook mensen die hebben eigenlijk hulp nodig om ook gewoon een leuke kerstdag te hebben. En die zullen ook wel in hun eentje zijn. Ja, nou, zoals bijvoorbeeld ouderen, weet je, die hebben gewoon, die kunnen, niet alle ouderen kunnen zomaar kerst gaan vieren, zeg maar, omdat, nee, ja. Precies.
Als mensen dat nog wel hebben, mogen kinderen en zo gewoon bij jullie op de ding komen? Of hebben ze zo'n uur dat ze langs mogen komen? In principe mogen kinderen wel gewoon bij ons op werk komen. Alleen, meer het gezin, zeg maar, als opa en oma of oma daar ligt. Dat je dan met het hele gezin mag langskomen. Het is wel zo. De oma mag wel mee, zeg maar. Bijvoorbeeld, ik zeg maar wat naar het andere huis. Maar bij ons is dan, zeg maar nu, wij hebben dan een bepaald code. Je hebt code geel, zwart, groen, wit, rood. Ja. Wij staan op dit moment dan bij ons thuis dan op geel. Ja. Dus dat betekent dat er 2 vaste mensen mogen komen. En dus die mogen zeg maar wel, ik zeg maar wat, bij jou gewoon langskomen en daar het gaan vieren. Maar ze mogen ook gewoon gerust zeggen van, nou, wij nemen gewoon onze moeder mee of vader. En die gaat bij ons thuis kerst vieren. Oh, dat mag er wel weer. Er zijn ook mensen die op de grote afdeling zitten. Of er ook mensen zijn die? Dementie. Ja, dat werk ik dus tussen. Ik werk dus tussen dementerende. Oh, ja. Van die mensen die niet van hun afdeling af kunnen omdat er een slot op de deur zit. Wij hebben geen echt een slot op de deur. Kijk, mijn oma, maar vallen. En toen had haar heup gebroken. Toen moest ze in zo'n revalidatiecentrum. Mm-hmm. En daar hadden ze ook een afdeling met een deur. En serieus, naast de deur stond de pincode. Maar de mensen die daar binnen waren, waren al zo ver heen dat ze niet wisten dat die pincode die ernaast hing, voor die deur gold. Ja, nee, dat hebben wij niet. Wij hebben op zich, mogen mensen bij ons gewoon vrij rondlopen door het hele gebouw heen. Dus, en ze kunnen ook gewoon in de lift, alleen ze kunnen niet naar buiten toe. Dus het is niet zeg maar dat ze even kunnen zeggen van, goh, we gaan even door de voordeur heen en we gaan even, weet ik veel wat, een blokje omlopen of zo. Ja, wij hebben een bepaalde tuin, zeg maar. Daar hebben we echt een heel pad ook voor ze aangelegd, zeg maar. En daar kunnen ze dan wel gewoon doorheen lopen. Dus ze kunnen wel een frisse neus halen, maar ze kunnen geen blokje om het gebouw heen lopen. Dat kan niet. Ja. Dus als ze dat willen, dan moeten ze echt met een begeleider gaan rondlopen, zeg maar. En dan moet je dus ook tegen die dementeren en elke keer uitleggen dat de corona is. Nee. Dat op een of andere manier begrijpen ze dat wel. Want tot nu toe tot nu toe vertellen we ze iedere keer van, als ze in quarantaine gaan, van ja, moet vanwege corona. En ze weten precies wat corona is. En dat is wel heel gek. Maar dat komt misschien omdat het wordt ook zo vaak op tv gebonjourd, dat mensen op een gegeven moment ook gewoon weten wat het is. Nou ja, ja, ik denk het. Ja. Heel apart, want ik dacht dat je altijd was dat je dat niet kon onthouden ofzo. Ja, dementie. Kijk, dementie is best wel vrij breed. Kijk, het is, je moet het zeg maar zo zien. Het is, een deel van je hersenen is als het ware gewoon aangetast. Ja. En dat kan je lange termijn geheugen zijn, maar dat kan ook je korte termijn geheugen zijn. En als je korte termijn geheugen is aangetast, ja, dan kan het dus gewoon dingen zijn die je nog maar net hebt gehoord, zeg maar. Dat kan bijvoorbeeld, dat kan je alweer direct vergeten zijn. Heb je lange termijn. Ja, bijvoorbeeld dat dus. Heb je lange termijn geheugen, dan, zeg maar wat, als ik nu tegen jou zeg van, als je bent geweest. Nou, ik zeg maar wat. Stel, ik zeg vandaag tegen jou van, Vers, ik kom morgen weer bij jou. En dan gaan wij even lekker gezellig, ik zeg maar wat, een beetje bingo doen. En ik kom de volgende dag bij jou. Dan weet jij niet dat ik tegen jou heb gezegd van, goh, we gaan bingo doen. Maar zou ik tegen jou diezelfde dag een uur later aan jou vragen, dan zou jij bijvoorbeeld nog wel kunnen weten. Ja, precies. Dus daar zit er zeg maar een verschil. Het is niet zeg maar in als jij, dat mensen het gewoon direct in één keer vergeten. Het ligt eraan welk hersendeel er zeg maar is aangetast. Ja, precies. En dan heb je ook nog fasciculaire dementie. En oh, dat heb ik op jouw verslag zien staan. Dat heb je wat? Op jouw verslag zien staan, dat moeilijke woord. Ja. En fasciculaire dementie is zeg maar dat mensen gedementeerd zijn geworden na een hartinfarct of na een hartaanval. En
Die hebben dus af en toe nog hun heldere momenten, dus dan weten ze nog best wel veel. Maar soms dan dwalen ze ook dus weer gewoon af. En dan, ja, hebben ze in dat stuk zeg maar de weg een beetje kwijt. Ik. Dus... Ik ben blij dat mijn vader niet heeft gehad. Mijn vader heeft ook een hartinfarct gehad. Mm-hmm. Toen hij 47 was. Ja. Yeah. Die heeft er niets van over. Nou ja, in principe, ik vind dementie vind ik zelf een rot ziekte, om het zo even te zeggen. Maar, ja, ik weet niet. Soms brengt het de beste in mensen naar boven, maar soms ook het slechte, vind ik. Hoezo? Nou, je moet het zo zien. Stel voor mijn oma, nou, dat is een hele lieve oma, om het zo even te zeggen dan. En die zou dementie krijgen. Die zou dan in één keer in een rot oma veranderen. Dat kan. Ja. Omdat, ja, dat is heel gek. Maar dementie kan jouw persoonlijkheid veranderen. Dus jij kan dat bijvoorbeeld in één keer van een hele lieve vrouw. Kan jij nou echt een rotwijf. Ja, een rotwijf eerste klas zijn. Die gewoon iedereen commandeert. En gewoon haar eigen wil trekt, zeg maar. Maar jij hebt dus ook. Nou ja, dus mensen bijvoorbeeld die heel chagrijnig zijn, altijd maar wat te mopperen hadden en zo. Dat zijn dan in één keer gewoon mensen die heel graag hulp willen, heel graag mensen om zich heen willen, die zich alleen voelen, die graag geknuffeld willen worden en weet ik veel wat. Die veranderen dan in één keer heel anders. En dat is best wel gek om te zien. En dat zie ik op dit moment ook best wel veel op mijn stage eigenlijk, zeg maar. Want tot hoe lang moet je daar nu nog zitten? Juni, augustus, september? Ik zit er nog een dik jaar. Ik zit er nog een dik jaar in ieder geval. Dat betekent dat dan ook straks dat je, hoe heet het, daar kan blijven? Als ik ze aan hun vraag of ik dat mag en zij zeggen ja. En ze zijn toch tevreden met mijn opleiding, dus dan wel ja. Oké, dat zou goed nieuws zijn. Ja, dat zou ik wel chill vinden. Ik denk... Als ik ook ben afgestudeerd en ze vragen of ik daar wil blijven werken, dat ik dan ook mijn huidige werk daar ook voor op zou geven. Oké. Okay. Want ik werk dan nu bij somatiek, zeg maar. Maar ja, dat is dan weer wat anders. Dat is weer meer verpleging, zeg maar. Oh zo, ja. En dat vind ik dus niks. En ik vind dementie vind ik juist heel leuk. Dus ik denk dan juist dat ik dat dan daarvoor op zou geven, ook al... Zou ik iets minder misschien dan gaan verdienen? Ik zou het alsnog wel voor opgeven eigenlijk. Ja, precies. Omdat het gewoon leuke werk is. Dus dat hou je langer vol. Ja. Nou moet ik wel zeggen. Op een gegeven moment 4-5 dagen achter elkaar aan dezelfde bewoner hebben gehad. En die 4-5 keer hetzelfde tegen je zegt. Ja, dat zou wel. Is zwaar. Ik heb het al moeilijk met... Nou, het vrouwtje is ook niet altijd even leuk. Nee, en ik moet zeggen. Na 3 dagen heb ik het al eigenlijk al zwaar. Ja, oké, okay, dat snap ik. Ja. En dan ga je ook nog deze dagen met vakantie tussendoor? De eind van het jaar en begin van het jaar, of dat niet? Nee, ik heb wel binnenkort dan die verjaardag van Bart en Leora dan aan zitten komen waar ik dan heen ga. Ja, maar... ga ik niet redden. Wat zei je? Ga ik niet redden helaas, maar goed. Oké. Okay. Nou ja, weet je, ik zit zoals iets vandaag ga ik dan wel heen. Voor de rest, ja, nee, ik ga niet echt weg. Ik heb er wel eens over nagedacht om even lekker weg te gaan, maar nee. Ik heb ten eerste niemand die dan met me meegaat in dat op zich. Oh, ja. Want ik vind alleen gaan vind ik niks. Nee. En ja, ik weet niet, ik vind het ook lastig om dat soort dingen op plekken te zoeken, zeg maar. Dat begrijp ik wel, ja. Ja, het is niet dat ik zeg maar denk van, oh, ik ga bijvoorbeeld, ik zeg maar, naar Texel toe en ik ga daar even lekker op de boot zitten of zo. Wel leuk. Ja, dat wel. Nu ik erover nadenk, zou ik het best wel even een keertje willen doen. Even lekker op de boot zitten richting Ameland, maar nee. Over Texel. Texel niet echt heel leuk. Ik woon daar natuurlijk heel dicht in de buurt. Ja. Maar dat is een beetje, als ik woon een kwartier van het strand af en ik ben er letterlijk nooit. Mhm. En gewoon mensen die wonen, zoals jij, niet echt dicht bij het strand, zeg maar. En die hoor je dan zeggen, oh, je woont super dicht bij het strand. Ik zou er elke week naartoe.
Nee. Ik zou dat ook niet hebben. Ik heb het sowieso al niet echt met... Naar een strand. Dat is mijn ding. Ja, ik heb het sowieso niet echt naar een strand gaan. Kijk, ik vind het voor een keer vind ik het leuk. Maar ik zou er niet... Elke dag naar daarheen willen. Met de vrienden, zeg maar. Om mm-hmm. naar het strand om te gaan. Want dan loop je gewoon de duinen op, zeg maar. Ja. En dan ga je naar het filmen. Dan hoef je dat gore zand niet aan je poten. En dan is altijd wel gezellig. Maar echt het strand op liggen en zo. Dat heb ik nooit gehad. Mijn ouders bijvoorbeeld, die gaan gewoon 's ochtends vroeg naar het strand toe. Die leggen hun kleedje neer. Die gaan liggen. En vervolgens een paar uur later stappen ze weer op. En ze gaan weer. Na 10 minuten vul ik me helemaal de touwtjes. Dan wil ik even het water in. Dan heb ik dat 3 keer gedaan. Dan denk ik, ja, en nu? Ja, dat heb ik dus ook. Ik heb... Kijk, ik vind het wel leuk. Dat is één... Nou ja, Waddeneiland, dat vind ik gelukkig. Dat is Ameland. Mm. Maar ik vind het dan weer verschrikkelijk om daar continu naar een strand te gaan. Maar ik vind het bijvoorbeeld wel weer fijn om daar bijvoorbeeld even door het bos te lopen. Dan even een keertje wel inderdaad even naar het strand. Even gewoon lekker gaan zitten en lekker naar die zee gaan luisteren. Ik word oprecht, word ik rustig van de zee. Als ik daar echt zou gaan zitten, ik zou daar best wel even gewoon een uurtje gewoon lekker rustig voor me uit kunnen staan. En gewoon alleen kunnen luisteren naar die zee. Zo van, oh. Ja, dat is op zich wel relaxed, ja. Ja, dat wel. Maar nee, ik zou niet elke dag zeggen van, hé, laat ik even naar de strand gaan. Ik zou dan sneller die terrasjes pakken of zo dan weer op Ameland. Ja, precies, ja. Dat heb ik maar altijd. Je gaat ook om 5 uur dicht. Ja, wel een beetje, ja. Ik hoor nu opeens hoe zwaar mijn stem is. En ik denk, hoe ken dat nou? Maar mijn bas stond nog wel hard. Dus ik denk dat het nu beter is. Nou, ik heb eigenlijk niks gehoord van jou, dat je stem was veranderd eigenlijk. Oh, want hij stond echt een beetje van... Ik had het meer zelf door, denk ik, dan door de koptelefoon die ik op heb. Hoor ik mezelf nogal goed praten. Ja. Nee, wat me wel echt een keer leuk lijkt, is om gewoon met... De groep, Bart, ik, Leora, jij of iemand anders, zeg maar. Iemand bij mij in de buurt, ik dat ken. En dan gewoon even naar een plek hier in Nederland gaan. En dan gewoon zo kampeer iets of zo. Dat doen wij altijd met onze vriendengroep. Gaan we 1 keer in het jaar gaan we met een vriendengroep van 8 tot 10 man. Mm-hmm. Zoeken we een camping op. Ja, zo'n kampeerboerderij. Dat lijkt me gewoon grappig. Gewoon even. Ja, we zetten gewoon al onze tentjes op. Wij hebben dat is wel ergens bij jullie in de buurt. Ik weet niet hoe het heet. Maar daar is een camping en die man, daar gaan we nu al 3 jaar lang naartoe. Paasjedal. En die heeft altijd... Wat zeg je? Paasjedal. Ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee. Maar die man die heeft altijd een plekje voor ons waar wij altijd onze auto's neerzetten en tentjes. Helemaal achteraf. Zelfs als we hard muziek draaien, hoort nog niemand ons. Mhm. En dat vindt hij altijd prima. Dat vindt hij mooi. Dan komt hij met zijn fietsje aan. Dan komt hij een beetje ouwe hoeren met ons. En dan zitten we gewoon van vrijdag tot zondag zitten we daar. En dan gaan we weer naar huis. Ja. Zoiets lijkt mij dus ook wel een keer gewoon leuk. Om dat gewoon ook een keer te doen, weet je. Kijk, sowieso hebben wij een... hoe zeg je dat? Oh ja, ik een... weet het weer. Het was Camping de Waps. Oh, Camping de Waps. Ja, de Waps. Nee, maar zoals ook wij hebben... Leora, Bart en ik hebben dan, en dan mijn vriend van mij, Jochem, hebben dan ook nog een WhatsApp-groep. En dat is dan puur voor Luxemburg. Wij willen graag naar Luxemburg weer terug. Dan zou je denken van ja, Luxemburg is heel klein. Wat is daar nou leuk aan? Maar het verbaast me eigenlijk best wel hoe leuk Luxemburg eigenlijk is. Yeah? Ja? Ja, ik dacht bijvoorbeeld bij heuvels dat het gewoon bergen waren, maar ja. Ik zei toen echt tegen Bart van, oh, moest kijken, wat een mooie bergen. Jos, dat zijn heuvels. Heuvels? Zijn dat heuvels? Ze gingen echt zo toen. Ja. Ik was echt verbaasd toen. Ja, maar wat ik daar allemaal gewoon zag, het was heel ander. Het is even een heel andere sfeer wat je dan hebt. En ik denk ook wel, als je even van huis weg werkt, dan valt er ook echt een last even van je schouders af of zo. Je hoeft er even nergens aan na te denken. Dat wel, maar mijn ouders zijn bijvoorbeeld, als zij op vakantie gaan, dan zeggen ze altijd, ja, als we in de auto zitten er naartoe, zijn we al op vakantie. Nee, zo ben ik niet. Nee? jij bent echt, als je er bent, ben je pas op vakantie, zeg maar. Ja, zeker. Ik ging met een maat van me, gingen we naar Italië. 4 jaar terug was dat. En mijn ouders zaten al bij het Gardameer en wij gingen daar naartoe. Mm-hmm. En
Ze hadden eigenlijk gezegd, ja, na 2,5 uur, 3 uur moet je een kwartier pauze nemen en zo. Ja. En ik had 4 uur gereden en toen dacht ik, ah, ik krijg een beetje kramp in mijn benen. Toen ben ik gestopt bij een tankstation. We zijn beide uitgestapt, we draaiden om, we deden de deur dicht en we reden meteen weer weg. Hij weer 4 uur. Toen hebben we het gered tot het Gannemeer, 12 uur. Mm-hmm. Toen waren we daar, toen was het, we waren om 1 uur gaan rijden of zo. We kwamen om 1:30 aan daar ook. Ja. En het was daar 35 graden, blafheet. Dus die schijntemp moest op, maar we waren alle twee moe. En vervolgens was het 9 uur en we konden niet meer, want ja, wij waren al vanaf 1 uur 's nachts wakker. Dus wij dachten, nou, wij gaan slapen, want we redden het niet meer. Begon die scheidkinderdisco. En die ging door tot 1 uur 's nachts. Maar wij zaten echt gewoon, nou, ik denk 30 meter ervan af of zo. Dus we konden ook gewoon niet slapen. Dus we hebben tot 2:30 's nachts voor onze tent zitten knikkenbollen en gewoon niet in slaap komen door die klerenherrie. Dat... Ja, nou, ik dat... Zeg maar. Bij ons was het wel weer een beetje een ander verhaal. Want, nou ja, de eerste dag toen wij er kwamen, wij waren eerst al een uur te vroeg. Want wij mochten voor mij pas om 1:30 inchecken en wij waren er al om 12:30 al. En nou, toen hebben we daar dus eerst een beetje rondgelopen, een beetje foto's gemaakt en zo. En ja, wat hebben we toen? Oh ja, toen heeft. Toen mochten we eindelijk naar onze huisje toe. Nou, echt jongen, het is in plaats van dat we gewoon rustig alles gingen uitpakken, werd het direct een zuipfestijn, want ja, we gingen direct eerst even wat drinken en we gingen even in, boodschappen inslaan, zeg maar. Nou, echt jongen, de eerste dag hebben we wat gedronken bij dat restaurantje dat ernaast zat. Daar betaalden we iets voor een 1,5 liter glas bier, iets van 2,5 euro of zo. Oh ja. Maar ja, ik weet het, dat was toch wel gezellig. En toen iedere keer s'avonds, nou inderdaad, soms zaten we om 2:30 s'nachts, zaten we nog te drinken. En dus, of dan zaten we te pokeren, of dan zaten we te blackjacken, of we zaten een wandeling te maken. Het was echt... Maar ja, daarna hadden we wel nog steeds gewoon lawaai op. Dus soms konden mensen gewoon totaal niet van ons slapen, zeg maar. Lekker dan. En het mooie was, Bart en ik hadden al door dat er waren op geen paar van die meiden die waren aan het pingpongen. En wij hadden dat door van, oh, die zijn beide zijn gewoon pot, zeg maar. En ik zie die vriend van mij, die probeert en ik hem met haar te flirten en chance te hebben en weet ik veel wat. En wij zetten echt alle buizen van. Wat doe je? Alsjeblieft, stop. En wij proberen hem ook soms al hints te geven. En hij had het maar niet door. En op een gegeven moment, toen zei ze zelf ook wel gewoon van, ja, ik val vrouwen. En toen werd, in één keer slaan ze in humeur of zo om of zo. En dan was ze van, ja, maar, ja, hoe weet je dat nou zeker? Want eigenlijk is het dit, zo. Toen kon hij het dan opeens kon hij het niet meer hebben of zo. Ja. Echt gewoon van, ja. Hij was eigenlijk wel heel desperate bezig. En ik zei ook al zo vaak tegen haar van, goh, doe alsjeblieft een goeie bal en wees gewoon jezelf. Maar hij zei van, ja, dat ben ik ook en dat doe ik ook. En dat weet ik gewoon totaal niet, maar hij was ook al flink wat aangeschoten. En op een gegeven moment, waar ging hij nou mee opscheppen? Of mee opscheppen, stoer doen? In Nederland betaal je voor een pakje sigaretten, want doe jij check of vloei? Of gewoon een kant-en-klaar? Ik heb kant-en-klaar, hè. Ja, en hoeveel betaal je daarvoor? Voor ongeveer zo'n pakje? €7,70. Nou, daar was dus voor een 52 pack. Ja. Hoeveel zou je ongeveer hier in Nederland ervoor kwijt zijn, denk je? Nou, hier zit er 20 in. Ja, dus dan zou je hier in Nederland ongeveer 12, misschien, nee, ongeveer €15 denk ik wel voor kwijt zijn voor zo'n 52 pack. Ik denk het ook wel, ja. Nou, in Luxemburg betaalde je voor één pakje van 52, betaalde je echt iets van €5 of zo. Oké. Okay. Dus wat de Jochem, die kocht zich 5 à 12, of niet, die kocht echt 12 van die pakjes kocht hij echt in. Ja. En die rookte hij ook bijna allemaal elke dag op. Oh.
Hij had op een gegeven moment had hij iets, want hij had 2 of 3 pakken opgehaald. En die heeft hij ook in diezelfde week heeft hij ze ook allemaal opgerookt. Dus bij de terugweg moest hij nog een keer zoveel pakjes ophalen. Hij had op een gegeven moment voor eigenlijk sigaretten waarbij je bijna een maand mee kon doen. Had hij in 2 weken had hij opgerookt. Zo. Ja, dat was echt erg hoor. Maar, ja, dat is niet goed voor je. In ieder geval, wat deed hij? Gaat hij bij mensen, ging hij helemaal stoer doen van... Ja, nou, ik vind het echt een heel groot verschil en het is erg vet. Maar moet je nagaan, bij ons in Nederland betaal je zoveel voor sigaretten. En dan kom je hier en dan betaal je zo... Ja, ik dacht, laat ik gewoon even zoveel inslaan, weet je. Want ja, dat moet wel, want ik wil gewoon roken, weet je. En dat kan je gewoon hier gewoon kopen. Weet je, zo begon hij tegen iedereen te praten. En op een gegeven moment had hij toen ook zijn Tommy Hilfiger kleding had hij. En toen was hij echt... Die was dus op een gegeven moment dus echt zo van... Ja, dit is gewoon een hele fijne Tommy Hilfiger kleding. Nee, het was gewoon, ja, het is gewoon kleding, sorry dat ik het zeg. Maar ik maak me niet echt druk om merk of zo, weet je. Maar hij is zo stoer, ja, weet je, je hebt toch wel weer een soort uitstraling als je... Als je duurdere kleding koopt en dit soort... Ik denk, het zal ook allemaal wel. Ik heb me soms wel echt even geërgerd aan hem. En op een of andere manier vond ik het ook wel weer leuk. Want hij was wel weer de geschiedenisman van onze vakantie. Want hij wist alles wel te vertellen over Luxemburg. Dat was wel weer leuk daarna. Oké. Ja, dus hij had altijd wel wat... Ja? Je hoeft ook niet altijd het land uit om het gezellig te hebben, moet ik zeggen. Nee, klopt. Net zoals, ja, ik denk, jij bent daar gewend. Maar als jij dan hier naartoe gaat, zeg maar. Ik zou voor de kijkers even laten weten. Jij woont bij Emmen in de buurt. Ik woon zelf bij Den Helder in de buurt. Mm-hmm. Dus ik denk dat als jij hier naar een Julianendorp gaat, dat je het best gezellig kan hebben, zeg maar. Terwijl als ik hier zit, dan denk ik, ja, leuk, dit ken ik al. Terwijl als ik daar naartoe ga, dan heb jij dat andersom. En ik vind het daar juist heel rustgevend en zo met al die bossen en zo. Want die heb ik hier zowat niet. Nee, precies. Nee, dat zou ik inderdaad misschien ook hebben. Maar ik moet ook zeggen, ik vind... je zegt net wel, ja, Luxemburg is standaard. Maar Luxemburg was ook mijn eerste vakantie. En dat is nu nog steeds, zeg maar. Ik ben dat vorige keer ben ik daar voor het eerst geweest. Voor de rest ben ik nooit op vakantie überhaupt geweest. Nee, precies. Dus ja, op zich, ja. Ik vond het wel leuk. Ja. Ik ga niet heel vaak op vakantie, maar... vorig jaar niet geweest, bijvoorbeeld. Maar dat had andere dingen met mij, dat ik daar gewoon geen trek in had. Nee. Maar ik denk dat dit jaar wel weer te willen gaan doen. Ja, nou, wij willen kijken of wij in juli nog op vakantie kunnen. En wij willen misschien zelfs een duinvilla... Of zo'n duinvilla, gewoon zo'n... villaatje in Luxemburg dus gaan huren. Oh ja. En dat is dan wel chill, want dan kunnen we gewoon... hebben we gewoon een huisje daar, zeg maar. Dan kunnen we gewoon eens chillen. Maar ja, dan ben je ook al dik €700 kwijt voor alleen het huisje al. Ja, wij waren vorige keer met de vriendengroep waren we naar Centerparks. En we betaalden per... we waren met z'n vijven. We betaalden €200 per persoon. Mm-hmm. Om een weekend daar te zijn. Ja. En ik denk aan het eind van de vakantie dat we per persoon €2000 kwijt waren. Ja, je denkt echt al... Je denkt echt van, oh, je bent maar vet weinig nodig in principe. Ja, wij gingen elke dag uit eten. Elke dag gingen we gingen het snowboarden en dan gingen we weer uit. En het was echt een dure vakantie. Ja, nee, ik denk dat je dat op zich ook nog wel zelf in de hand hebt. Kijk... Je hoeft er ook niet per se de hele tijd op uit. Want weet je, je kan ook zeggen van... Nou, ik ga zo'n huisje huren. En voor de rest, ik doe even boodschappen. En daarna ga je daarachter... Lekker, ik zeg maar wat, met z'n allen leuke activiteiten doen. Zoals een keertje volleybal. Of gewoon lekker zwemmen in je zwembad daarachter. Of bij de eerste keer dan gewoon bijvoorbeeld drinken. Maar bijvoorbeeld, je kan er ook even op uit. Zoals even, nou, gewoon ik zeg maar wat... Er zijn genoeg plassen dan daar in Luxemburg. Om daar even te gaan zwemmen. Of even een wandeling te gaan maken. Weet je, niet... Kijk, ik zeg niet dat het niet handig is om niet geld mee te gaan nemen als je op vakantie gaat. Maar het hoeft niet altijd per se veel geld te kosten, een vakantie. Nee, dat niet. Nee, je kan ook voor die €200 en dan zeg €100 aan boodschap en dan vermaak je je ook wel. Ja, ik wou zeggen, kijk, zoals een vriend van mij dan,
Die gaf ik gewoon aan. Die is naar Limburg gegaan. Naar Limburg. In principe om daar een hotelletje te boeken. Moet niet zo duur zijn, in principe. Nee. Maar hij zei van, ja, ik heb er ook bijna €1600 aan uitgegeven, zegt hij. Ja, ik heb wel van mijn ouders geleerd. Samen met die vrienden gingen we elke dag uit eten. Ouders gaan we gewoon of één keer uit eten of gewoon niet, zeg maar. En gewoon in het huisje eten en zo. Ja. En is net zo. En dat je dan in de auto stapt om even een rondje te rijden in het gebied, is net zo gezellig. Ja, nou, wij hadden dan de eerste keer, we hadden afgesproken van, oké, we gaan, de eerste keer gaan we sowieso even lekker uit eten. Gewoon, dat is gewoon even start van de vakantie, lekker hoppakee, die gaan we gewoon even vieren. En ja, toen was eerst eigenlijk de planning om de laatste dag toen nog te doen. Alleen, ik weet niet wat ik die laatste dag had. Alleen, die laatste dag had ik echt een inkakker of zo. Want het was echt een teringzooi. En de rest wou pizza gaan eten. En ik had er echt even geen zin in. En ik weet niet wat er nog meer was. Ik had er toen ook ergens anders een domper mee. Ik weet niet wat ik precies met toen had. Maar toen, op een of andere manier had ik een schoonmaker in mijn hoofd of zo. Want ik wou die hele toko van een keer schoonmaken. Dus had je de schoonmaakdrift? Ja, ik, wat vrouwen normaal hadden, had ik toen in één keer of zo. Dus wat gebeurde? Nou, zij waren dus maar met z'n drieën gaan pizza gaan eten. Of naar Pizza Hut gegaan. En ik ben dus in die tijd, ben ik dus die keten helemaal aan het schoonmaken. Ik heb de afwas gedaan. Ik heb de tafels afgenomen. Ik heb de rotzooi op de slaapkamers had ik opgeruimd. Ik had de buitenspullen had ik opgeruimd. Ik had de stoelen weer netjes neergezet. Ik had de parasol ingeklapt. Ik had alles had ik een beetje staan op te ruimen. Ik had zelfs de wc's al schoongemaakt. Het was op een gegeven moment echt zo van, dat ze terugkwamen. Zo van, ja, what the fuck, man, deed je dan? Wij zouden met elkaar doen. En heb je dat zelf gedaan? En ik zei, ja, nou, laat mij toch als ik gewoon wou. Ik was echt wel erg chagrijnig op dat moment. En nou, op een gegeven moment had ik met Leora gepraat. Nou ja, later was het dan weer over. En toen wou dus nog pizza bij mij naar binnen schuiven. Nou, echt, zelfs dat kwam nog niet eens bij mij naar binnen. Zelfs echt zo van, nee, ik hoef geen pizza. Nee, ik hoef het niet. Laat maar zitten. Nee, ik hoef het niet, echt niet. Ik heb echt geen honger. Ik had wel honger, maar ik had gewoon geen zin. Nee, precies. Dus dat is echt wel. Ja. Die dat weekend weg waren, we hadden gewoon geen zin om te koken. Daarom gingen we elke dag uit eten. Ja, nou ja, uiteindelijk op de terugweg, jongen, Leora die zei toen ook van, dit was echt de saaiste reis even. Jullie lagen op een gegeven moment met z'n allen gewoon te slapen op de achterbank en ik zit daar maar een beetje achter het stuur. Als het goed is, heb ik nog een filmpje van dat was echt, ik ga heel even kijken in de tussentijd of ik die kan vinden. Ik ben echt slecht met filmpjes opslaan op een telefoon. Op een of andere reden, hij slaat ze wel op, maar ik kan ze nooit meer terugvinden. Ik weet niet hoe dat komt. Nee, ik heb hem. Ik zou toch denken dat ik hem gewoon had bewaard. Maar nee, blijkbaar niet meer. Jammer hè. Ja, nou, ik ben in principe ook heel veel foto's kwijtgeraakt hoor. Het enige is dat ze. Even kijken hoor, ik zal hem naar jou doorsturen. Even kijken hoor, kan dat? Ik weet niet of jij hier wat mee kan. Ik weet niet of jij hem in de stream kan laten zien vanuit WhatsApp, maar nou ja. Heb je hem of niet? Ja, ik heb hem. Ik zou het wel even kunnen proberen. Momento. Ja, dat wil wel. Ik mag lekker slapen in Center Parks. En ochtends vroeg. Ik ben altijd een uitslaper, dus ik slaap sowieso tot 11:30, 12:00. Mijn vrienden zijn altijd om 9:00 al wakker. Ja. Yeah. Maar mijn vrienden zijn zo aardig om mij te laten liggen, zeg maar. Ja, precies. En als het dan 11:30, 12:00 is. Dan komen we zo opeens met dit soort grappen aan. En dan denk je echt van, waarom? Ja, nou mensen, ik gooi het filmpje er nu in. Ik zal hem eventjes kijken of ik hem nog kan draaien, desnoods. Ja, het is volgens mij een rechtstaand filmpje. Oh, wacht, hij draait al uit zichzelf al een beetje. Even kijken.
Krijg je dit soort grappen op je nek. Ja, precies. Maar ja, het is, ze doen tenminste niet kutten met water en zo. Dus dit is op zich dan wel grappig. Ach, jongen, ik ben gewend dat er wel eens iemand gewoon fucking vuurwerk en ik in je kamer staat af te knallen. Weet je, dat schrik... Oh ja, nee, dat doen ze niet bij mij. Dat schrik je ook de tering, hoor. Ja, dat zou wel, ja. Ja. Ja, ja. Ja, vakantie blijft leuk. Dat is sowieso een ding. Goed. Ja, ik heb voor de rest ook niet echt met een onderwerp nog echt over te praten. Ik weet niet of jij nog wat leuks hebt. Nee, ik heb eigenlijk vrij weinig. Ik denk dat ik vanavond nog even een gamepje ga spelen. Ja, dat denk ik zelf ook even. En daarmee koppel ik hem even terug. Mochten mensen nog mee willen doen, dan kan dat. Discord.me/gamingnld. Nee, en dan kan iedereen gezellig mee. Heel gek, hè? Om nou in één keer te noemen dat je Discord anders deed. Ik moest er ook even over nadenken. Ja, ik wou zeggen, het is heel anders, hè? Dat je in één keer je Discord anders moet noemen. Ja, want het was altijd Discord.me/AmongusNL. Maar nou ja, dat is nu iets anders geworden, maar dat geeft niet. Nee. Ik hoop dat er eigenlijk veel meer mensen gaan komen. Ik vond het voor nu wel gezellig dat we dit deden. Moeten we vaker doen. Ja. Mensen, wil jij nou nog een keer een nieuwe podcast zien? Ga dan eventjes naar www.youtube.com/analleskanaal. Of volg ons even op twitch.tv/officieel_EK. Dus eigenlijk hier gewoon. Maar het is ook voor de mensen die er dus op YouTube kijken. Want de podcast wordt ook op YouTube geüpload. Ja, wil jij nou meer van dit soort livestreams, podcasts zien? Laat het even weten. Heb je een onderwerp dat wij echt moeten bespreken? Of wil je dat wij daarover gaan bespreken? Laat het ook eventjes weten. Wil je meer informatie over andere dingen? Ja, join gewoon even onze Discord. Of dus Among Us Nederland. Among Us Nederland, gaming in Nederland. Zo! Gaat hij zelf ook de fout in. Oh, my god. Ik maak daar zelf ook de fout, inderdaad. Holy shit. Goed. Ja, bedankt voor het kijken naar deze livestream. Ik vul nog even de laatste 5 seconden in. En dan zeg ik tegen jullie, bedankt voor het kijken. Dikke, vette. Peace. Ciao, ciao.